De dubbele tentoonstelling in het gemeentemuseum en fotomuseum in Den Haag is een feest der herkenning. Journalisten zijn fans tegelijkertijd. Ze kijken hun ogen uit. Ik vind het eigenlijk bijna spraakloos. Ik bedoel, je stelt vragen, maar het is vooral emotie wat er bij mij loskomt. En volgens mij is dat nou precies de essentie van een kunstenaar. Ik kan me voorstellen dat hij gevraagd wordt door de grootte der aarde om hen vast te leggen en hun ziel bloot te leggen, zeg maar. Ja. Ik denk dat hij dat doet op foto's. Prachtig. Maar wat maakt een Anton Corbijn nou een Anton Corbijn? Het is zwart-wit en stemmig, serieus. Bepaalde atmosfeer van melancholie kan het opwekken. En iedereen heeft zo zijn eigen favorieten. Ja, wat dan gelijk bij mij te binnen schiet is de foto van David Bowie. Ook echt een icoon. En ja, echt wel, ook wel een grote fan van David Bowie. Johnny Cash associeer ik niet met zo'n grappig beeld. Het is nog een beetje een sikkeneurige man. Dat was hij dus ook tijdens de shoot. Corbijn realiseert hoe bijzonder zijn werk is. Toch blijft het voor hem niet meer dan een persoonlijke ontdekkingsreis. Het begon met als een fan aan de rand van een podium. En hoe dat dan zich ontwikkeld heeft, dat laat deze tentoonstelling zien. Dus het is ook een ontdekking toch naar je eigen kunnen. Weet je? En je eigen zijn. Waar kom je uit en hoeveel ontdek je over jezelf? En dat is terug te zien op de tentoonstelling in het gemeentemuseum. In het fotomuseum wordt de positie van Anton Corbijn in de muziekwereld gevierd. Want die is eigenlijk heel uniek. En dat besef ik steeds meer, want ik kan zelf niet een voorbeeld bedenken van iemand die een soortgelijke oeuvre zou hebben.